voor de deur, dus het is tijd voor een ijskoud drankje. Ik ben zelf heel erg dol op ijskoffie, maar deze zit helaas altijd vol suikers. Vandaar dat ik zelf een recept heb gemaakt. En we gaan dus een gezonde ijskoffie maken vandaag. Dit zijn de spullen die je nodig hebt. Een mixer, cacaonips, geraspte kokos, een banaan, kokosmelk, en die heb ik gisteravond al in de koelkast gezet, want die moet 8 uur in de koelkast staan. Sterke koffie, karamelsaus en dan degene zonder suiker. En die kun je vaak in een biologische winkel krijgen. Deze is biologisch en veganistisch. Amandelmelk, vanillearoma, 2 koppen ijs en een leuke beker om de ijskoffie in te kunnen serveren. Dit mag straks als eerste in de mixer. Ik heb de banaan in stukjes gesneden en even in de diepvries gedaan, zodat het koud en hard wordt. Ik heb een halve kop sterke koffie gezet, een druppeltje vanillearoma, een kop amandelmelk en 2 koppen ijsklontjes. We gaan dit even in de mixer doen. Is nu klaar om in de beker te gieten. Moet die wel eens zijn. We gaan nu de topping maken. We gaan nu de kokosmelk opkloppen tot een slagroom. Het is belangrijk dat je bij de kokosmelk erop let dat het een volle kokosmelk is, dus geen light versie. En dat je alleen het dikke gedeelte gebruikt van de kokosmelk, dus niet de melk zelf. Zoals je ziet heb ik vooral het dikke gedeelte van de kokosmelk gebruikt. En een heel klein beetje sap mag er wel bij. Dit ga ik nu even opkloppen tot een slagroom. De slagroom is klaar, dus het is tijd om de ijskoffie wat op te leuken met slagroom, cacaonips, karamelsiroop en geraspte kokos. De ijskoffie is klaar. Ik zou zeggen, geniet ervan. Volgende week sta ik niet alleen in de keuken, maar samen met een hele speciale gast. Ben jij benieuwd wie dit is? Zorg dan dat je volgende week weer kijkt. Doei!